Kiki Leert op School is een kinderboek dat kinderen vanaf jongs af over bepaalde onderwerpen leert. Een van de auteurs, Seransa Daans, is op dit moment in Suriname. En Seransa liep bij ons langs in de studio en ze vertelt allemaal wat Kiki allemaal te leren heeft aan de kinderen. Kiki Leert op School, dat is het boek dat ik hier in mijn handen heb. En een van de auteurs is Seransa Daans en ze heeft wat gedaan met Janine de Vries. Ja. Seransa, je bent arts, maar je bent nu overgegaan om boeken te schrijven. Ook, ja, daarnaast. Vertel, Kiki Leert op School, waarover gaat dit boek? Nou, Kiki Leert op School, ik zal even zeggen hoe we eigenlijk erop zijn gekomen om dit boek te schrijven. Janine de Vries is mijn schoonzusje, mevrouw van mijn broer en ik. En tijdens de lockdown vorig jaar kwamen we vaker bij elkaar over de vloer. En we waren erg geïntegreerd door het verhaal van George Floyd, de Black Lives Matter Movement. En konden ons niet voorstellen dat anno 2020, dus destijds, er eigenlijk nog zoveel discriminatie was en stigmatisatie en jegens de zwarte gemeenschap. En we zaten te brainstormen van hoe kunnen we eigenlijk inclusiviteit en diversiteit eigenlijk meer promoten. En Janine de Vries, die is ook een moeder van twee kinderen. En zij zei ook van, ja, kan je nog herinneren, toen we jong waren, hadden we kinderboeken, maar eigenlijk waren er helemaal geen zwarte voorbeeldfiguren. Waren eigenlijk met name witte kindjes blanke kindjes die een voorbeeldfiguur waren. Dus ook weinig inclusiviteit in het boek. En toen dachten we van, nou, dit is bij uitstek misschien een manier om ook inclusiviteit en diversiteit te promoten onder de jongeren. En wat leert Kiki ons in dit boek? Kiki leert wat ze eigenlijk. Kiki leert op school, heet het boek. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat Kiki voor het eerst naar school gaat. En ze te maken krijgt met allerlei nieuwe situaties op school waar ze eigenlijk niet zo goed mee om kan gaan. Dus met de behulp van de juf en de klasgenoten komen ze eigenlijk eruit. En is aan het eind van het verhaal komt er een leuke boodschap waar ook alle beginnende schoolgaande kinderen ook wat mee aan kunnen hebben. We proberen eigenlijk middels verhaaltjes verschillende thema's te behandelen van inclusiviteit, diversiteit, zelfacceptatie, zelfliefde en moed tonen. Dus dat is eigenlijk waar dit boek over gaat. En we proberen ook, zeg maar, kinderen. We hebben ook een heel leuk hoofdstuk in het boek, zeg maar Kitty Kotti. Ja, dat zie ik, Kitty Kotti. Kitty Kotti. Even kijken, ik ga even gauw bladeren naar dat gedeelte. Kijk, jij hebt het al voor je. Kitty Kotti. En daarbij proberen we ook de sociaal, culturele ontwikkeling te stimuleren van zo'n kind. Dus dat is ons doel. Hoe lang heeft het geduurd om zo'n boek te schrijven? We kwamen op het idee rond juni. Hebben we het eigenlijk in gang gezet. En het productieproces begon zo ongeveer eind november. Dus pak een beetje 6 maanden. Je bent zelf ook arts van huis uit. Wat voor arts ben je precies? Ik ben op dit moment basisarts nog, artsonderzoeker. Ik ben nu inmiddels bijna 6 jaar arts. En ik werk nu als promovendus bij het Amsterdam VUMC in Amsterdam. En ik doe eigenlijk onderzoek naar infectieziekten en endocrinologie. Allemaal een beetje moeilijke woorden. Ja. Maar dus ik ben eigenlijk artsonderzoeker promovendus. En de eindtitel is dan PhD. Dat kennen jullie waarschijnlijk. Ja, zeker wel. Waarom ik die vraag stel, is er misschien een verband tussen het medisch gedeelte en het gedeelte van het boekschrijven? Nou, ik ben wat dat betreft echt een bezige bij. Er is niet echt een 1-op-1 verband tussen mijn beroep en dit boek. Maar ik ben echt een bezige bij. Ik zoek altijd nog wel naar leuke projecten en vooral waarbij je ook sociaal relevante projecten, snap je? Dus ja, dat is misschien dan wel een verband tussen die twee, een correlatie. Want ik denk dat mijn onderzoek zeker bijdraagt ook uiteindelijk straks aan de maatschappij. En en mijn beroep eigenlijk ook, dus en dit boek. Ja. Is dit je laatste boek of zeg je van, je hebt de smaak te pakken gehad toen je begon neer te pennen? Ja, nou dit boek hebben we nu al een maand geleden gepubliceerd en ik vond het een heel leuk leerrijk proces. En we hebben eigenlijk, de stamtitel is Kiki Leert en het is eigenlijk onze bedoeling om wel een reeks van te maken. Dus het zou heel fijn zijn als het gewoon, tot nu toe is het woordenboek echt heel goed ontvangen. Als het een succes blijft, gaan we zeker door, absoluut. Ja. Je hebt het in Nederland gepubliceerd in Suriname. Als men geïnteresseerd is, hoe kan dat? Nou,
op dit moment zijn we ook bezig de logistiek een beetje te checken hoe we dat het beste kunnen doen. Maar tot nu toe, we zijn bereikbaar via social media, via Facebook Kiki Leert. En daarnaast zijn we ook bereikbaar via Instagram. Dus als jullie ons een berichtje sturen, hebben we gewoon laagdrempelig contact en kunnen we kijken hoe we het kunnen organiseren. Dat het boek bij jullie terechtkomt. Seranza, hartelijk bedankt. Laten we kijken wat Kiki mij te leren heeft. Dankjewel, Sam. Leuk.